Welkom in de podcast van het activiteitenverslag van de Braille Liga in 2023. De Braille Liga is een vzw die blinde en slechtziende personen over heel België op weg helpt naar zelfstandigheid. In 2023 begeleidde de Braille 16.315 personen, onder wie 1.043 nieuwe cliënten. We telden 130 medewerkers en we organiseerden onze jaarlijkse sensibiliseringscampagne de Week van de Braille Liga, in het teken van mobiliteit. Aan de hand van een grootschalige enquête maakten we de balans op van de mobiliteit van blinde en slechtziende personen in België. En daarover gaan we praten met Marijan Nachtergale, diensthoofd van de dienstbegeleiding en Hulp in het Dagelijks Leven en stilaan eigenlijk echt ook onze grand dame van de Braille Dag Marijan. Dag Koen. Laten we beginnen bij de basis, de witte stok. Uit onze mobiliteitsenquête bleek dat 75% van de blinde en 45% van de slechtziende personen ze gebruikt. Lijkt je dat veel? Ik ben enigszins verbaasd over deze cijfers. Ik had die toch wel iets hoger verwacht. Dus er is zeker nog werk aan de winkel om mensen zeker te motiveren om te leren stoklopen. Mm -hmm. uh, het lijkt een oldschool hulpmiddel, eigenlijk een beetje. Maar toch blijft het onmisbaar om je vlot te kunnen verplaatsen. Hoe komt dat precies? Het is eigenlijk het middel. Om uh, je op een veilige manier te verplaatsen. En eigenlijk is een witte stok opeens het verlengde van uw ogen. Wat je niet meer ziet of kunt waarnemen, gaat de stok jou de signalen geven. En je uh, verwittigen van er is hier iets en hier moet je opletten. Of je moet je voeten opheffen, of je moet naar rechts of naar links gaan. Mm -hmm. En, en hoe lang duurt het om dat aan te leren, zeg maar? Welke stappen zijn er zoal? Wat is een handstraject dat je moet verlopen? En dat is per persoon individueel zeer verschillend. Uh, dat kan van drie maanden tot een jaar gaan, uh, afhankelijk van wat de persoon allemaal uh, dient aangeleerd te worden. Zijn dat mensen die nog gaan werken en die een lang traject moeten aangeleerd worden van de ene stad naar de andere stad met gebruik van openbaar vervoer en zo? Dan zal dat veel langer duren dan iemand bijvoorbeeld die maar één ja, winkel moet weer aangeleerd worden in zijn buurt waar hij woont. Er zijn ook heel wat voorzieningen op straat. Kan je daar iets meer over vertellen? Inderdaad. Je merkt heel wat speciale tegels in het straatbeeld op. En die liggen daar echt specifiek voor mensen met een visuele handicap: de noppetegels. De noppetegels, de geleidetegels, de geleidetegels soms ook rubberen tegels. Dus de geleidetegels, dat zijn tegels met strepen op dat je heel goed voelt aan de voeten. En als je daar komt op te staan of komt op te lopen, dan gaan die tegels jou leiden. Naar eigenlijk uh, de noppentegels. En als je op de noppentegels komt, dus dat zijn met die bollen daarop, dan uh, weet de persoon met visuele handicap dat is hier een situatieverandering. Dus uh, ofwel moet ik hier links afslaan, rechts afslaan, het is een oversteekplaats, noem maar op. Um, je hebt ook de rubberentegels, dat, dat zijn dan de tegels die enkel nu nog gelegd worden op de busschalte per ons. En als je op dus het vierkant gaat staan met de rubberen tegels, dan zal daar de dus bus stoppen, zijn deuren openen en kan je als persoon met visuele handicap onmiddellijk op de bus stappen. Dat is de bedoeling daarvan. Maar je hebt bijvoorbeeld ook rateltickers aan kruispunt. Dat is dan eigenlijk een hulpmiddel die signalen afgeeft. Heel traag, niet te luid, maar als persoon pik je dat op en dan weet je, kijk, daar is een gevaarlijk kruispunt en die rateltikkels gaan je helpen om oversteken. Dus als het groen wordt, gaat dat geluid luider worden, ook sneller worden. Je steekt de straat over, halverwege pik je al het signaal op van de verkeerspaal aan de overkant. En zo ga je eigenlijk op een vrij rechte lijn een kruispunt kunnen oversteken. Um, maar je merkt ook zaken op um, met braille, uh, zaken in grootletterdruk, uh, contrasten um, in het straatbeeld. Uh, en daar maken onze mensen natuurlijk heel graag gebruik van. Maar ik geef wel degelijk mee. Vaak zijn die zaken uh, niet bekend bij onze doelgroep. Dus als wij dat niet aanleren, gaan zij dat ook niet weten. Dus dat is een onderdeel ook van de, de opleiding mobiliteitslessen. Oké. Okay. Um, kunnen we het misschien nog eens hebben over het psychologisch aspect van de witte stok? Uh, ik kan, kan me voorstellen dat mensen het niet zo fijn vinden soms uh, dat ze op die manier gebrandmerkt worden als een persoon met een handicap. Hoe ga je daarmee om als therapeut? Dat psychologische aspect is een zeer groot onderdeel ook van de cursus. Dat is eigenlijk het eerste waar we mee beginnen. Wij moeten als therapeut echt aftasten, is deze persoon met visuele handicap klaar daarvoor? Um, wij beginnen altijd met heel wat oefeningen binnen of binnen een grote ruimte, een zaal, een kerk, noem maar op. Uh, en daar ben je als persoon met visuele handicap niet gezien door de ziende personen, omdat wij één op één werken. Maar soms merken we dat mensen, eens dat we praten van kijk, je kent de techniek goed, alles gaat vlot, uh, we kunnen een stapje verder gaan in de opleiding, we kunnen eigenlijk uh, eenvoudige, rustige buurten gaan ontdekken. Het uh, echt naar buiten het gaan. Het echt eigenlijk. naar buiten ja. gaan. En daar merk je soms van de mensen van nee, het is te vroeg. Ik wil niet dat andere mensen mij zien met een witte stok. Uh, of mensen vragen ons ook specifiek kunnen we oefenen niet in de buurt waar ik woon? Want de mensen weten niet dat ik zo slecht zie of blind ben. Dus dat psychologisch aspect is wel een zeer belangrijk onderdeel waar moet aan gewerkt worden. En hoe kan je ze dan wel overtuigen van het belang? Dat is door heel veel te oefenen, door hen te overtuigen in de oefeningen. Van kijk, vroeger liep je daartegen aan, je struikelde. En nu met de techniek die je al beheerst. Heb je die problemen niet meer? Dus opeens gaat er toch wel een wereld open, wordt het zich verplaatsen eenvoudiger en stapjesgewijs gaan we dat opbouwen. Oké. Okay. Een ander cijfer dan: 6% heeft een blindegeleide hond. 6 op 100, dat klinkt wat weinig, nee? Dat klinkt inderdaad weinig, maar toch heb ik het aanvoelen dat dat cijfer groeit. Maar ook niet iedereen is geschikt om met een blindegeleide hond te werken. Je moet fysiek wel heel, een heel goede conditie hebben. En ook niet iedereen ja, is, gaat graag met dieren om of wil die verantwoordelijkheid dragen om dagelijks met een blinde geleide hond op stap te moeten gaan. Uh, de verantwoordelijkheid om met een hond te werken is wel zeer groot. Ja, en, en die honden moeten ook een lange opleiding uh, doorstaan, neem ik aan. Dat klopt inderdaad. Um, dus uh, de hond wordt eigenlijk van als dat hij puppy is, wordt hij al enigszins klaargestomd. Um, naar zijn verdere uh, leven, zou ik moeten zeggen. Hij, um, hij gaat eigenlijk al uh, in het eerste levensjaar heel wat basisprincipes aanleren. Maar daarmee bedoel ik, dat leert een andere hond ook aan. Uh, Zinnelijkheid, basiscommando's, noem maar op. Maar daar merk je dan al van: kijk, dat is een hond die echt wel zeer goed uh, luistert, meewerkt. Uh, het karakter zit goed van die hond, dus dat speelt allemaal mee een rol. En dan eigenlijk na het. Um, Eerste levensjaar, dan pas uh, begint men met de echte opleiding voor uh, als blinde geleidehond te functioneren. En dan gedurende dat jaar vallen er ook soms nog blinde honden uh, weer uit de boot, omdat ze dan toch niet geschikt lijken te zijn. Uh, dus de opleiding, zowel voor trainer als voor het, uh, de hond, is zeer intensief, zeer zwaar. En dan moet er ook nog een juiste match gevonden worden met de juiste blinde of slechtziende persoon en de hond. Oké, okay. en als dat plaatje dan volledig goed valt, um, kan je dan zonder stok wandelen of, of combineer je die twee, maar dan ja, heb je niet zoveel handen meer vrij eigenlijk. Hoe, hoe zit dat precies? Wel, als je leert stoklopen, dan ga je eigenlijk rollen van links naar rechts eh, op het uh, voetpad of op straat. Um, of je gaat tikken, maar dan heb je toch wel een vrij uh, grote ruimte nodig links-rechts van u. Met een hond naast u kunt je dat niet, maar je zou telkens met je stok tussen de poten van de hond rollen. Daarom, eh, ofwel gebruiken die mensen geen stok meer, ofwel hebben ze een kleine, eenvoudige signalisatiestok in de hand. Eh, de hond draagt wel een eh, zeer herkenbaar harnas, meestal in het wit, en vaak staat erop: Ik ben een blinde geleide hond. Eh, zo weten de mensen: van, Kijk, dat is toch een persoon met een visuele handicap. Ja, en dan zorgt de hond eigenlijk ervoor dat de blinde persoon niet tegen een obstakel loopt. Inderdaad. De hond is zo afgericht dat eigenlijk bij het minste obstakel die in de weg staat op de looproute waar die blinde persoon gaat, gaat stappen, gaat de hond automatisch met zijn romp tegen de knie van de persoon gaan lichtjes duwen. Eigenlijk een beetje de richting doen veranderen, zoals als met een wagen rijdt. En um, merkt de hond dat eigenlijk de ruimte te smal is om er door te kunnen passeren, dan gaat de hond eerder voor de persoon met visuele handicap zich gaan uh, um, positioneren, zodanig dat de persoon voelt: Oei, er is hier iets. En dan moet hij het commando geven aan de hond: zoek een uitweg. Dan gaat de hond even kijken: kan ik rechts, kan ik links passeren? Ofwel gebruikt de persoon met visuele handicap, als hij een stok bij heeft, zijn korte stok om te tasten. Wat is er hier aan de hand en uh, waar kan ik door? Oké, okay, we hebben de witte stok gehad, we hebben de hond gehad. Um, Ten slotte wil ik misschien het nog eens hebben over de technologische hulpmiddelen die er bestaan om de weg op te gaan. Um, we weten dat er van alles beweegt uh, in, in dat aspect. Um, er zijn verschillende innovaties die ook stilaan op de markt komen. Welke producten zijn er momenteel al goede toevoegingen, vind je? En, en welk potentieel zie je nog? Denk je dat we op een dag zonder witte stok gaan wandelen, bijvoorbeeld? Ik zou durven zeggen, met mijn jarenlange carrière en met alles wat ik al ooit heb zien passeren van technische guldmiddelen, ben ik tot op vandaag nog altijd overtuigd dat een witte stok niet onmiddellijk zal vervangen worden. Ik zeg niet nooit, nooit, maar momenteel zie ik het niet. De zaken die op de markt zijn van technische applicaties zijn zeer vaak een toevoeging. Op het stoklopen. He, zo heb je bijvoorbeeld verschillende apps die al uh, in de smartphones uh, geïnstalleerd kunnen worden, die jou ondersteunen, zoals sprekende GPS-systemen, bijvoorbeeld uh, OcoIce. Dat is dan uh, eigenlijk een, uh, een applicatie die uh, verwittigt uh, als je aan lichten komt en die zegt of dat het rood of groen is. Er zit ook een um, busherkenningssysteem in die nog wel in ontwikkeling is, maar je moet kunnen stoklopen. Het is een aanvulling op uh, bijvoorbeeld de Rango-stok. Dat is dan een elektronische stok, zoals dat we dat noemen. Maar ook daar, je moet de techniek van het stoklopen kennen. En het apparaatje die op de stok is gemonteerd, gaat eigenlijk obstakels detecteren. Zodanig dat je vroeger verwittigd bent en eigenlijk niet tot met je stok tot aan het obstakel moet gaan. Maar dat je al in feite op voorhand dat obstakel kunt omzeilen. En dat is eigenlijk de doorsnee van de meeste applicaties. Het is stoklopen plus iets. Maar het is niet in de plaats van een witte stok. Oké, okay, dankjewel Marijanne om even met ons stil te staan bij dit ja, heel belangrijke thema. Want zoals we ondertussen weten is, is mobiliteit echt cruciaal uh, voor de zelfstandigheid. Wil je meer weten, dan kan je alle resultaten van de mobiliteitsenquête en alle info over onze campagne terugvinden op onze website www.braaien.be.